organisaties in de financiële sector kunnen, denk ik, betere, gerichtere diensten leveren met big data. Dat houdt in gelokaliseerde diensten of diensten waarmee je veel meer weet van het profiel van de klant. Ik denk dat ze dat natuurlijk al doen, want ze hebben altijd veel data, de financiële sector. Maar ik denk dat het interessante van de financiële sector is, die hebben intern veel data, maar je kan nu heel veel externe data toevoegen, bijvoorbeeld sociale data, social media data of sensordata, waardoor je meer van de buitenkant weet, waardoor je nog meer van je klant kan begrijpen. En hoe beter je de klant begrijpt, hoe beter je dienst kan zijn. Ik denk een kern is weten wat de klant wil. Weten dat er een win-win relatie is. Kijk, uiteraard weet iedereen dat een bank geld moet verdienen. Maar een klant weet ook wat hij zelf wil aan financiële dienstverlening. En op het moment dat het helder is wat die transactie is, dan hou je die klant. Maar je moet natuurlijk niet achter de rug van een klant dingen verkopen of onhandig brengen. Maar als het heel helder is van dit ga jij krijgen, het gaat goedkoper worden, of krijg je uitgebreidere diensten of de voorwaarden worden beter, dan heb je de klant te pakken. En de Googles van deze wereld spelen dat spel natuurlijk subliem. En ik denk dat je ook van dat soort partijen moet afkijken hoe ze dat spel spelen. Ik denk dat over het algemeen banken natuurlijk heel secuur zijn met hun data. Dus die data is over het algemeen heel goed. Maar net zoals elk groot concern zal data vervuild zijn. Dat betekent bijvoorbeeld altijd van klantenbestanden. Dat zal voorkomen dat in heel veel bestanden de klant omschreven is op heel veel verschillende manieren. En dat weet men niet van elkaar, dus dan tel je dingen dubbel of enkel of dat soort zaken. Ik ken geen organisatie eigenlijk waar dat niet gebeurt. Een kern wat mij betreft is co-creatie. Werkzamen op dit gebied. En de twee andere belangrijke tips zijn durf data te delen en durf te experimenteren. En als je die drie dingen doet, dan heb je de mogelijkheid om mooie nieuwe diensten te ontwikkelen waar je mogelijk een nieuwe markt kan betreden of je bestaande klantenrelatie te verbeteren. Nou, het is voor lieden bedoeld in de financiële sector en er kunnen allerlei rollen zijn. In eerste instantie zullen we een soort standaardbagage meegeven wat big data inhoudt. Wat zijn nou de mogelijkheden, wat zijn de business cases, wat zijn de technieken in algemene zin. En ook de vraag stellen we, goh, als je dat allemaal weet, wat voor nieuwe diensten zou je dan willen ontwikkelen? En daarmee stoei je ook, want ik denk dat het belangrijk is om te doen, want dat is waarvoor je het doet. Daarna zal je ook een bagage meekrijgen, hands-on, van goh, hoe doe je dat dan? Een echte praktijkcase beter kan pakken. Daarnaast zullen we ook de juridische, ethische vraagstukken behandelen. Dat is zeker in de financiële sector van groot belang. En zullen ook wat sprekers hebben uit de praktijk. En ik denk dat dat een goede samenspel is om in een notendop de mogelijkheden van big data te kennen en de toepassing voor de financiële sector te leren.